We hebben nu een nieuwe combinatiebehandeling voor kanker uitgevonden. Het is ongelooflijk spannend. Ja. Als dit zou werken, dan zou het een enorme doorbraak zijn. Maar nou moeten we een farmaceut zover krijgen dat zij dat in de praktijk gaan testen. En hun belang is dat als het werkt, dat ze natuurlijk medicijnen kunnen... Ja, natuurlijk verdienen ze emmers met geld. Als deze medicijnen geregistreerd worden, dan kost dat per medicijn 60.000 tot 80.000 euro. Tel uit je kosten. Dat is dus immens. Why would the drug need to cost 50, 60, 70.000 euros? It's the production. That is our biggest hurdle. Every time we push the button, it's 5 million. Before we're getting close to a trial. En je ziet nu al dat er een stijgende lijn is naarmate de geneesmiddelen beter werken. Dus nou zie je prijstags van 150.000 euro per behandeling. En nou moeten we dat ook gaan bedragen. Maar als elke kanker uniek is, zijn we dan ook bereid voor elke kankerpatiënt 7 ton neer te leggen. Als we die patiënt kunnen genezen. En dan denk jij dat je met je 85 euro ziektekostenpremie uit kan komen in de toekomst. Maar dat gaat natuurlijk niet passen, hè? Een patiënt die bij mij komt, die verwacht gewoon dat ik mijn uiterste best doe om de best denkbare zorg te verlenen. En daar past dus niet in dat ik op basis van financiële argumenten bepaalde keuzes maak dat iemand een behandeling niet krijgt. Dat is een discussie die is heel onpopulair om te voeren, want geen politicus wil zich daaraan branden. Maar bij de volgende verkiezingen lig je eruit. Als wij nou eens in Europa één stem gingen maken en zeggen, dit middel komt in Europa alleen op de markt als jullie niet meer dan zoveel rekenen. Wat denk je dat ze dan? Zou ze heel snel overstag gaan? Ja, er moet een oplossing komen.